Ik ben Ans Jansen van het dorpje Wilberoord. En we hebben de Goede Doelweek. Aanstaande 9 april begint er weer een week gezamenlijk met de hele gemeente Mille en Sint-Hubert. Ik ben Petra Peters van de organisatie Goede Doelenweek Sint-Hubert. Ja, want het is voor het eerst dat de Goede Doelenweek gezamenlijk is binnen de gemeente. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, een jaar of 6, 7 terug, toen wilden wij hier in Wilberoord een gezamenlijke doel alleen van ons dorp. We hadden te weinig collectanten, dus ik had al overal wat draaiboeken georganiseerd van, goh, hoe gaan we dat aanpakken? Daar is toch wel een jaar of 2 veel werk geweest van, oh, we moeten toch al die collectanten en alle afgevaardigden van ieder werkgroep of ieder doelgroep aan de tafel. En toen is er doorgaan naar in Wilberoord 4 jaar geleden al een gezamenlijke Goede Doelenweek gestart is. En wat houdt dat dan precies in? Wat merk ik daar thuis van? Dat we gezamenlijk gaan, bedoel je? Het betekent alleen dat alle 4 de dorpen van Mil, dus Mil, Langeboom, Wilberoord, Sint-Hubert, in dezelfde week collecteren. De voorgaande jaren zaten we verspreid door het jaar. En elk dorp houdt op zich zijn eigen manier van collecteren, zijn eigen avonden van collecteren. Maar door gezamenlijk te gaan willen we meer duidelijkheid naar de bewoners van de gemeente uitstralen wanneer de collecteweek precies is. En is voor ieder dorp hetzelfde aantal doelen en dezelfde goede doelen beschikbaar gesteld? Nee, er zijn verschillende. We hebben wel heel veel verschillende acties die wel hetzelfde zijn, maar er is ook wel los ervan. Eén is de astma erbij, de andere, maar de kankerbestrijding bijvoorbeeld, of de gehandicapt kind, dat wel. Het oudere, echt een goede doel, dat zit er wel allemaal in, maar daar komen we er wel bij en dan vallen er ook wel eens ooit af. Maar ieder dorp heeft een andere. Wij hebben er op het moment 14 en Sint-Hubert. Wij hebben er 9, we zijn vorig jaar gestart met 9 van de doelen die al in Sint-Hubert collecteerden. Die een afgevaardigde van het doel had en die 6 collectanten meebrachten, die mochten instappen in het project. En zo zijn we er met 9 gestart vorig jaar. Oké, weet u toevallig ook hoe dat in Langeboom en Mil is? Die hebben ongeveer het gelijkwaardige als wat wij hebben, waar wij voor de doelstelling hebben. Van oudsher is het al heel lang, bijvoorbeeld het gehandicapt kind, de vaste actie zat er vroeger bij, maar die hebben we nu weer terug naar de kerk gekoppeld. Maar de astmafonds en spierziektes van oudsher. Wij hebben al hier ook het zo gehouden. Alle mensen die altijd al 10 jaar, 30, 40 jaar hier in de dorpen collecteerden, die hebben ook zo aangehouden. Die hadden dus eerst recht. Er zijn ook wel mensen die willen graag met die trein mee. Die nou allemaal in één keer, hé, we gaan ook mooi mee. Dan zijn we ook klaar met ons doel. Maar dat hebben wij gezegd, nee, we laten het eerst eens bij ons eigen. Want ja, het wordt wel een klein beetje dunner, de spoeling bijdragen. Maar ja, wij doen ons best en het groeit ook wel weer. Mensen zijn heel tevreden dat ze niet iedere keer weer al die collectanten aan de deur krijgen. En de collectanten gaan we missen. Want het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, dus eigenlijk kort samengevat, in plaats van dat er allerlei collectanten van verschillende goede doelen aan de deur komen, is het nu eigenlijk op één hoop verzameld. Er is 1 lijst die ingevuld kan worden en daarvoor kun je aankruisen wie wat krijgt. En dat wordt in 1 keer gecollecteerd. Ja. Precies, okay. Zo is het precies, ja. En wanneer kunnen wij de brieven in de bus verwachten en wanneer wordt het weer opgehaald? Sint-Hubert en naar ik begreep Wilberoord ook en ik denk de andere dorpen ook brengen volgende week de brieven rond. Wij brengen ze op 2 april rond. En de week erop van 9 tot 14 april worden ze in de avonduren meestal opgehaald. Dat is voor elk dorp mag dat zelf bepalen en dat wordt ook in de lokale nieuwsmogelijkheden op Sint-Hubert.nu of in de dorpskrantjes bekendgemaakt wanneer in jouw dorp de brieven opgehaald worden. Oké, dankjewel. Lijkt me een heel helder verhaal. Mooi. Ik vind het een heel mooie actie. Ook fijn dat de andere dorpen nu ook meedoen. Stimuleert ook weer. Misschien hebben we elkaar ook weer eens ooit nodig om te helpen. Als beeldmeinigheid, of in ieder geval er ook mensen weg die overlijden of net wat. En dan is het toch heel fijn dat we een gezamenlijke actie gaan voeren. Precies. En een eenheid. Ja, een eenheid. Ook zeker dezelfde tijd. Ja. Heel belangrijk. Ja, dus eenheid en duidelijkheid natuurlijk. Oké, ik wil jullie heel veel succes wensen met de Goede Doelenweek. En bedankt voor het interview. Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt.